Welkom bij Cultuurcafé 2023. Vanavond staat er weer heel veel leuks op het programma. Ik neem nu eerst even mee met wie hier allemaal aanwezig zijn. En het is een, ook nog een beetje een extra speciale avond. Want we hebben twee gasten die hier voor het eerst zijn. Marijke, voorzitter van de jury van de Cultuurprijzen. Nou, dat zegt natuurlijk al wat over wat wij vanavond te horen gaan krijgen. Dus ik ben heel benieuwd zometeen naar jouw praatje. En de nieuwe wethouder van cultuur. Net geïnstalleerd, heb ik begrepen. Echt een paar dagen terug. Patrick Schouw, wat betekent cultuur voor jou? Ja, cultuur. Het eerste wat bij mij opkomt is niet tastbare cultuur, namelijk carnaval. Daar ben ik heel erg bij betrokken geweest. Ik ben 5 jaar grootste boer geweest in Van Puitenol en voorzitter. En daarnaast ook betrokken bij de Qua-commissie. Dat is, ik weet niet of dat iedereen wat zegt, maar dat is de tonpraatavond in Puitenol. Nou, praten gaat jou goed af. Ja, ik sta zelf niet in de ton, ben vooral aan het organiseren. Dat praten, dat laat ik dan graag een ander over. Maar in die zin ben ik bij cultuur betrokken en in het verleden ook wel eens het een en het ander bekeken. Ja, wat kun je dan dus ook delen? Je hebt het al een beetje gedaan over de cultuurmaand. Dus wat is het thema? Hoe gaan we het openen? Het thema is levend erfgoed en gecombineerd met de monumenten als monumenten konden praten. En dat wordt geopend in Bovendonk, 8 september. Dat is meteen ook een dag dat groep 7 en 8 van de scholen zo'n klasse activiteit, de klassendag hebben. En dan vanaf 19 september. Dan heb je natuurlijk de klassieke, de Meeshoeve, Pasboomhuis, Thomashuis. Het is echt een lijst van 5 A4'tjes die ik gezien heb. Dus te veel om hier volledig te noemen. Maar het is echt weer goed en rijkelijk gevuld. Ja. En dat is nog los van de kunst- en cultuurroute die ik net noemde. Ja. Ja. Dus jij mag ook gelijk bij de opening dan zijn, bij het monumentenweekend. Je bent bij de afsluiting. Je mag vanavond een paar leuke dingen mede gaan delen, heb ik begrepen. Dus voor jou start de rol als wethouder cultuur gelijk volle bak. Ja, ik val met mijn kontje in de boter, zoals het zo mooi heet. Ja, en dat kan natuurlijk niet zonder de vakjury. Dus ik ga heel eventjes naar de voorzitter van de vakjury. Dankjewel. Nieuwste voorzitter van de vakjury cultuurprijzen. Dat klopt. Ja. En we zijn met z'n vijven inderdaad van de vakjury. 5 vrijwilligers naast onze werkzaamheden die we normaal gesproken doen. Gaan we heel graag het veld in, de gemeente in. En maken we afspraken bij de mensen thuis. Om te kijken wat hun passie brengt. En ook vooral in de gemeente voor ons brengt. Ja, wij gebruiken altijd de kunst- en atelierroute een beetje als de kickstart. Dat zou impliceren dat het alleen met name beeldende kunst is. Nou, dat wil ik gelijk even uit de wereld helpen. Want het is een heel breed genre wat we bekijken. Daar zit ook dans en theater bij. Daar zit ook architectuur bij. Muziek. Als je het allemaal precies wil weten. In de reglementen staat heel uitgebreid. Een paar regels met wat er allemaal bij hoort. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat ook even te benoemen. Omdat dat heel veel gebiedjes zijn die niet altijd zichtbaar zijn. Ja, er is ook zoiets als een visie op cultuur. En jij zit ook bij de werkgroep van de Haldenbergse Cultuurmaand. Wat kan jij daar over vertellen? Inderdaad, gelukkig vanavond een feestavond. Alles in het teken van de cultuurmaand. Maar beleidsmatig mag ik me bij de gemeente ook bezighouden met de visie op cultuur. En we hebben laatst een eerste soort startbijeenkomst gehad. Waarbij we iedereen die op cultureel gebied met ons mee wil denken, daarvoor hadden uitgenodigd. En we hebben een enquête gemaakt. En bij deze een oproep, iedereen die hier is. En motiveer ook je achterban. Wij halen heel graag op hoe jullie over zaken denken in de gemeente Haldenbergen als het gaat om cultuur. Dus die enquête die kun je vinden op de website. Haldenbergsecultuurmaand.nl. Denise, jij bent onze grote held als het gaat over de website en de socials. Wat kan jij daarover vertellen? Hoe ziet het eruit? Hoe is het te vinden? Ja. Dankjewel. Nou, zoals Colinda net al zei, hebben we sinds een jaar een website. www.haldenbergsecultuurmaand.nl. Daar hebben we hard aan gewerkt. En sinds dit jaar zijn we ook meer te vinden op de sociale media. Dus we hebben een eigen Instagram-pagina nu. Facebook wordt meer bijgehouden. En eigenlijk op alle platformen zoals de website en de socials. Oeh. Ja, de spotlight is voor jullie. Ik ga gewoon de microfoon afgeven, want
We krijgen de eerste, volgens mij, winnaar te horen, volgens mij. Aan mij de eer vanavond om wat te vertellen daarover. Maar ik noem geen namen. Dat gaat de wethouder doen. Maar goed, de eerste. Muziek is mijn passie. Ik moet de muziek najagen. Al op heel jonge leeftijd ontstond bij onze jeugdige winnaar de liefde voor muziek. Zijn talent voor ruimte en stimulans vond hij binnen zijn gezin. Vanaf zijn zesde zong hij namelijk al bij het welband Zoike, waar ook zijn ouders en zijn zusje deel van uitmaken. Hij haalt zijn inspiratie uit de natuur, houdt van wandelen en ontmoet graag nieuwe inspirerende mensen. Hij geeft workshops in songwriting. Zijn toekomst ziet hij graag op grote podia en als sessiemuzikant. De vakjury van Haldenberg heeft dan ook besloten hem bij het najagen van zijn passie te helpen door hem de Jeugdcultuurprijs Haldenbergen 2023 toe te kennen. Dan ben ik toch wel benieuwd wie het is. Ik denk dat hij het zelf ook weet. De winnaar is Gino Kriesels. Prachtig, gefeliciteerd. Zo bij lachen. Ja, hoe voel je je? Wat gaat er nou door je heen? Ja, wel lekker. Ja, nee, hartstikke goed. Ik had het eigenlijk ook niet verwacht toen ik hier zo aan zou komen. Ik heb gewoon een mailtje gekregen met er is vanavond de cultuuravond. En als je zin hebt om langs te komen, kom vooral langs. Super tof. Ik ben gewoon hartstikke hard bezig met mijn passie en wat ik altijd doe. En daarin zal ik ook altijd gewoon streven om het nog beter en nog harder te doen. Dus het is wel super tof om dan ook te zien dat het beloond wordt. Ja, en volgens mij gaan wij gelijk door naar de drie genomineerden, ons de beurt dan natuurlijk, voor de Haldenbergse Cultuurprijs. Drie genomineerden. De eerste. Daarvan vond ik een quote van Aristoteles. En dat was: het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk. Want de kunstwerken van de eerste genomineerden zijn stuk voor stuk een weergave van deze stelling. Zij speelt met kleur en materialen en haar emoties vinden vanuit een rauw onderbewustzijn, zonder terughoudendheid, zuiver en doeltreffend de weg naar het doek. Aanvankelijk begon de kunstenares met acrylverf, waarbij ze felle kleuren gebruikte om intense, vaak onverwerkte emoties uit te drukken. Haar werken bevatten vaak boosheid, woede en angst, voortkomend uit persoonlijke worstelingen. Haar kunst weerspiegelt ook bredere maatschappelijke problemen, zoals oorlog en de AdMeToo-beweging. Vrouwelijke figuren worden vaak groot, breed en stevig afgebeeld. Ze zegt: ik ga uit van emotie. Het doek ontstaat op impulsieve wijze, geladen met intense emoties. Ze maakte de overgang van impressionisme naar lyrisch expressionisme. Hierbij begon ze met houtskool. Elk schilderij vertelt een verhaal waarin de kunstenaar zelf vaak de hoofdrol speelt. De vakjury Haldenbergen heeft besloten deze unieke, pure kunstenares te nomineren voor de Cultuurprijs Haldenbergen 2023. En de winnaar is Annemarie Tromp. Dankjewel. En veel plezier met de vraag. Ja, ik wist echt niet wat ik moest verwachten. Ik dacht, ze komen voor mijn man hier. Mijn man kent zoveel mensen hier in Oudenbos en in Haldenbergen. Ik denk, ik ga wel mee. Wat zal ik doen? Maar ik vind het geweldig. Ik vind het heerlijk. Ik krijg gewoon de kriebels, de kippenvel. Ik ben er heel erg blij mee. Dank je wel. Van harte gefeliciteerd met de nominatie voor de Cultuurprijs. Dankjewel. Oké. Okay. Ja, we hebben wel een uitdaging. Ik denk dat we gewoon moeten beginnen met voorlezen. Want inderdaad, deze genomineerde die zit in het buitenland. Dus we proberen diegene aan de telefoon te krijgen. Hebben we diegene aan de telefoon? We zeggen nog niet wie het is, maar we zetten je wel op speaker. Deze getalenteerde artiest volgde al op jonge leeftijd orgelles op Sint-Frans. Hoewel zijn voorkeur aanvankelijk uitging naar de gitaar, ontdekte hij gaandeweg dat de piano zijn ware passie was. Tijdens zijn studie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg voegde zich hij als toetsenist bij diverse lokale bands, zoals The Wish,
Appaloosa en King Quest. Optreden vond hij altijd leuk, maar zijn muzikale droom werd werkelijkheid toen hij zich ging bezighouden met arrangeren en componeren. In 2003 begon onze genomineerde intensief samen te werken met Margriet Eshuis. Vanaf 2005 werkt hij als producer aan cd- en live-projecten. Vanaf 2015 arrangeert en componeert hij voor de European Pop Orchestra, New Symphonics en verschillende orkesten van het ministerie van Defensie. In Haldenbergen is muziek onlosmakelijk verbonden met deze man. De vakjury Haldenbergen heeft daarom ook besloten deze bruisende en veelzijdige muzikant te nomineren voor de Cultuurprijs Haldenbergen 2023. Nou, ja, en nou moet er nog eigenlijk, wil iedereen heel graag weten wie jij bent. Maar, dat laten we de wethouder doen. Ja. Nou, dankjewel. Wat een palmares staat daarin. Hè? Van de veelzijdigheid ook. Enorme. En gelukkig ook iets met carnaval, Gino. ik vermoed dat het iemand uit Peeland is. Nou, genomineerde 2 is Co Vergouwen. Ik zit nu in Zwitserland, dus ik zit echt met een hele groep met te gekke muzikanten. Gaan we op een festival spelen hier 2 dagen. En ik had dit ook helemaal niet meer verwacht. Want ik had jullie mailtje wel gezien. En ik vind het superleuk. Ik vind zo'n nominatie al goed. Ik hoef helemaal niet te winnen. Ik vind dit al helemaal te gek. Ja, de derde nominatie. De derde genomineerde is wel een heel bijzondere. Ik ga maar gewoon beginnen. Deze gepassioneerde filmmaker begon zijn carrière bij de lokale omroep als onderdeel van de tv-ploeg Loos, later Hos, daarna Ons West-Brabant en tegenwoordig Zuidwest TV. Sinds 2008 werkt hij als vrijwillige filmer bij de omroep en is hij ook verantwoordelijk voor de montage waarbij hij zijn creatieve talent gebruikt om de reportages interessant en esthetisch mooi te maken. Deze genomineerde is een echt mensenmens. Mensen voelen zich op hun gemak bij hem, waardoor hij in staat is om ze op een natuurlijke manier vast te leggen. En hij doet er alles aan om ze zo goed mogelijk, en daar hoop ik ook echt, naar voren te laten komen. Mij is verteld dat het maken van slechts 1 minuut film een uur werk kost, waarbij voorbereiding, het filmen, de montage en het toevoegen van muziek allemaal bijeen hoort. Hoewel hij natuurlijk ook in de studio werkt, ligt zijn ware passie bij het echte veldwerk. Met zijn vele films zorgt hij bovendien voor een prachtig tijdsbeeld van de gemeente. De vakjury Haldenbergen heeft besloten deze toegankelijke, gepassioneerde, goede filmmaker te nomineren voor de Cultuurprijs 2023. Ja, wacht, ho even. Ik zag net 2 mensen staan met een camera. Dus ik moet hem wel even verifiëren. Kees van Heijnatten, van harte gefeliciteerd. Oh, ik vind het heerlijk om jou een keer voor de camera te hebben. Ik zit onder de verkeerde kant nou, hè? Ja, nee, maar je moet even zo doen. Jij weet hoe het op een camera hoort, toch? Ja. Dat is van die kant uit, hè? Ja, nee, ja. Oh, Kees, ik vind het zo leuk. Hoe voelt het? Ja, onwennig. En verrast natuurlijk. Ja, kijk, met Amarijke begint te praten en ze keek wel uitdrukkelijk. Dus ik denk, hey, mijn hartslag ging wel een beetje omhoog. Toch wel. Ja. En, ja, ik moet gewoon vloggen, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ik maak altijd filmpjes van de genomineerden, dus het wordt spannend. Oh, wij gaan er zo meteen nog eentje op drinken, Kees. Is goed, gaan we doen. Geniet er even van. Kan jij die camera nog stil vasthouden? Of, ja, weet ik niet, maar Frans is erbij. Dus, ja, precies. Wij hebben Frans er niet voor niks bij. Hè? Nou, zo is het. Ja. Als vakjury liepen we afgelopen jaren nog wel eens tegen een probleempje aan. Soms was het oeuvre van iemand zo groot of divers dat een aanmoedigingsprijs, nou, denk het niet. Hè, dat is voor als iemand net ergens opstart, een beetje. Genomineerd, dat zou kunnen. Maar soms wil je iemand in de spotlight zetten voor
heel veel meer wat hij inmiddels al heeft gedaan. En heeft betekend voor de gemeenschap, voor verenigingen. En wat hij, waar hij in allerlei talenten zeg maar, zichzelf heeft kunnen zijn. Dus de gemeente heeft de Oeuvreprijs in het leven geroepen. En daar zijn we heel blij mee. En die gaan we vanavond dus ook voor de eerste keer benoemen. Maar jullie snappen allemaal dat als iemand een oeuvre heeft, dat ik dan een topje van de ijsberg vertel. En dat het ongetwijfeld niet compleet zal zijn. Maar ik ga het wel zoveel mogelijk proberen. De winnaar van vanavond is een man van vele talenten. Ik neem u even mee. In 1971 behaalde zijn diploma als onderwijzer aan de Pedagogische Academie in Oudenbosch. Hij begon zijn carrière als leerkracht en werd in 1989 directeur van basisschool De Linde in Oud-Gastel. Vanaf 2010 tot 2014 zat hij bij het management van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. Maar tijdens zijn onderwijsjaren begon hij met het schrijven van columns voor de lokale dorpskrant De Willebroeder. En dat heeft hij bijna 25 jaar belangeloos gedaan. Zijn columns zijn gebundeld in twee boeken met de pakkende titels Mij een Zorg en Het vloepte er zomaar uit. Daarnaast heeft hij een prachtig boek geschreven over het verlies van zijn zoon Remy. Schilderen is een andere passie van deze veelzijdige man. Hij beschrijft zijn schilderstijl als hyperrealistisch, waarbij hij streeft naar een zo natuurgetrouw mogelijke weergave. Deze terechte winnaar heeft een rijk als artistiek oeuvre opgebouwd, zowel met zijn columns, zijn schilderijen en zijn betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. De vakjury Haldenbergen heeft daarom besloten aan deze inspirerende, veelzijdige man deze eerste oeuvreprijs voor de cultuur Haldenbergen 2023 uit te reiken. Nou, ik zal voor de vorm de envelop openmaken, want ik denk dat we wel een licht vermoeden hebben. Van, ik sta daar zo naar te luisteren en denk ik, daar zou ik twee levens voor nodig hebben om zoveel te doen. Maar nou, het is toch gelukt. De winnaar Haldenbergse Oeuvreprijs 2023, Eddy Jansen. Van harte gefeliciteerd. Ja, voor het eerst een Oeuvreprijs. Dat is niet mis. Nee, dat is niet mis. Maar ja, ik ben ook niet voor niks 74. Hè? En dan gaat het doortellen. Hè? Ja. Ik bedoel, ik zag er straks een jonge man die met een flamboyante hoed hier de prijs in het vang neemt. Hè? Prachtige haren eronder, die had ik vroeger ook. En ik heb nou een pet omdat ik kaal ben natuurlijk, hè? Dat snap je wel. Ja, dat gaat natuurlijk ook, ja. Dus het is echt weer even een kroon op het werk tot nu toe, maar volgens mij absoluut nog niet het laatste. Nee, het is niet het laatste. Op dit moment staat op mijn schilderzezel weer een schilderij. Dat is, wordt de omslag van het nieuwe boek van Diane van der Veer. En het boek van Oud-Gastel, van S.C. Gastel, dat heb ik gisteren mijn laatste woordjes ingeleverd. Dus is af. Ontzettend gefeliciteerd, geniet ervan en we gaan nog steeds heel erg veel van jou zien. Dank je wel. Ja, nou ja, dat zijn de prijzen en genomineerden in ieder geval voor vanavond. Maar daar horen ook wel een paar spelregels bij. Belinda, wat kun jij even uitleggen over de spelregels rondom bijvoorbeeld de genomineerden? Hoe gaat die maand er ook uitzien? Wat gaat er nu nog gebeuren? Nou ja, wij gaan eigenlijk ook een beetje de vakantieperiode in. Behalve Kees. Want Kees die maakt voor ons altijd de filmpjes van de genomineerden. En ja, dat is van het jaar natuurlijk wel een hele bijzondere situatie. Zo, dus daar moeten we het nog maar even over hebben. Ik hoop dat hij dat toch weer gaat doen natuurlijk. En als de filmpjes klaar zijn, dan gebruiken wij die als een promotiemateriaal eigenlijk voor de genomineerden. En dan kan er van 1 september tot 1 oktober gestemd worden. Via de website haldenbergsecultuurmaand.nl. En dan na 1 oktober weten wij wie de winnaar is. We hebben eigenlijk twee winnaars. De vakjury komt met een winnaar en het publiek komt met een winnaar. Dus het stemmen is op de publieksprijs voor de cultuurprijs. En de bekendmaking daarvan is op vrijdagavond 6 oktober in Oudenbosch.
Ja, voor de rest, ik denk dat wij er gewoon nog een hele feestelijke avond van gaan maken. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor het komen, voor het meewerken, voor de gezelligheid, voor het kijken. En straks natuurlijk ook het stemmen en het deelnemen en het ervaren van de Cultuurmaand in Haldenbergen. Want we hebben ontzettend veel moois te bieden. Dus ja, wij gaan lekker even toasten en vieren en nog even gezellig nakletsen. Verder kennis maken met de nieuwe wethouder natuurlijk. Even flink aan de tand voelen. Ja. En ja, dan zien we u graag tijdens de Cultuurmaand. Bedankt. Fijne avond.